een laagje water. En heeft de lucht die erin zit meer moeite om naar buiten te komen. Dus eventjes het geduld hebben, rustig uit zichzelf laten zuipen. Tot aan het water hangen en dan is het oké. Goed. Ik heb hier al een nat exemplaar, netjes bijgewerkt. Ik ga u er helemaal niet één voor doen. Ik ga alleen een aantal dingen laten zien hoe u ze erop bevestigt. Wat kan er zoal op de zijkant? Nou, dat zou kunnen zijn mos. Er ligt een heleboel mooi mos. Dat legt u er gewoon tegenaan. En dan hebben wij draad. Dat ligt u vooraan. Dikker en dunner draad. En daar knipt u stukjes van. Ongeveer 10, 12 centimeter groot. Ja, dat kan ik niet veel. Oh. Gaat dat te vlug? 10, 12 centimeter. Tussen duim en wijsvinger. Gaat het makkelijk. Die buig je. Daar maak je een haarspeld van. Ja? Gewoon. Is dat te zien? Ja? En dan druk je die op een paar plaatsen in het mos. En dan zit het mos mooi stevig vast. En je ziet het niet. Want het is groen gelakt draad. Als je het met een kram doet. Dit is een kram. Dan zie je vaak dat glimmen. En dat is niet zo mooi. Dus dat groene gelakte draad kun je er heel goed voor gebruiken. Je kunt er ook coniferengroen opsteken. Je neemt van een tak een klein stukje. Dat snij je eraf. De onderste naalden, die haal je er altijd af. En dan steek je dat coniferengroen er aan de onderkant bijvoorbeeld in. En dan heb je dus een deel van de taart plus al de rand van je schaal al bedekt. Dat kun je helemaal rond doen. Maar ik zal dus nu eventjes gewoon iets naar boven steek je het weer in. Wel even netjes afwerken. Steek je het er dus in. En nog weer eens een stukje. Doordat je helemaal bovenaan bent. Het is handig om onderaan eerst een kransje te maken. En dan een tweede en dan een derde. Totdat je hem helemaal vol hebt. Ja? Dat gaat best wel vrij snel. Dat lijkt een heel langdurige bezigheid. Maar dat valt reuze mee. U moet er altijd aan denken als je de materialen verwerkt. Dat je ze dicht op elkaar doet. Zodat je dus geen oases er doorheen ziet. Thuis zet je het meestal in een verwarmde ruimte. Daar is het droog, droge lucht. En die droge lucht maakt dat alle materialen een beetje krimpen. Dus heb je ze iets laten overlappen en ze krimpen, dan zie je nog net het oasis niet. Heb je het allemaal heel ruim gezet en het gaat krimpen, dan zie je de oasis erdoor. Dus goed stevig tegen elkaar aan. Dat je dus later ook, als het ingedroogd is, geen oasis ziet. Mos, coniferengroen, blad kan ook. Blad van de Prunus laurisserasus, die kennen jullie wel, dat weerachtige blad. Ja? Die kun je er langs op leggen. Je kunt hem rechtop, je kunt hem schuin, je kunt hem scheef. Je kunt er van alles bij bedenken. Die zet je ook vast. Kan dus ook weer met een kram. Maar kijk, hier kun je dus duidelijk zien dat er een kram in zit. Gebruik je weer dat groene gelakte draad. Weer zo'n haarspeld van maken. Klein stukje, dubbel. En dan steek je die er bijvoorbeeld bovenin. En dan zie je bijna niets. Kijk, dan kun je het verschil zien. Ja, die kram zie je. En dat groene gelakte draad kun je bijna niet zien. Dan kun je daar kun je dus ook helemaal mee vullen. En dan hebben we nog een mogelijkheid. Waar is die? En dat zijn die groene bonen. Van de Gleditia-boom. Verschillende plaatsen in de gemeente Barneveld en ook in de gemeente Ede staan bomen met deze lange bonen. Die vallen er nu af. En die kun je heel mooi gebruiken om hier ook op vast te zetten. Ook weer met het groene gelakte draad. Krammen gaan, maar die zie je. Groen gelakte draad zie je niet. Oké, dat is de zijkant. En dan ga je later de bovenkant versieren. Er ligt heel veel materiaal. Je kunt er van alles op bedenken. Ik wil alleen nog een paar dingetjes zeggen hoe je ze erop bevestigt. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Bijvoorbeeld,
larixappeltjes. Die staan hier best heel erg mooi op. Dat is een klein dennenkegeltje, zeg maar. Ik zal het voordoen. De techniek is namelijk hetzelfde of je het nou op zo'n grote doet of op zo'n kleintje. Dat maakt niet uit. Je legt het, pak hem in de ene hand. Je legt de draad ongeveer bij de onderste rij open schudden. Een klein stukje aan de bovenkant, de rest aan de onderkant. En je trekt de draad door de schubben heen. En dan pak je het samen, waar ze dus kruisen, en je draait de kegel. Je draait de kegel en je krijgt dus vanzelf een hele mooie, stevige draad. Nou, en dat laatste dan kun je dat wel. Daar staat hij heel stevig. Draai je alleen het draadje, dan wordt hij nooit helemaal stevig. Kijk, en dan kun je hem dus prikken en je kunt hem buigen en je kunt er van alles mee doen. En die kun je er dus bovenop prikken. We hebben ook appeltjes. Appeltjes van die mooie sierappeltjes. Een cocktail prikken en zo'n appeltje, je prikt er een in en je zet hem bovenop. En hij zit goed stevig vast. Heb ik niet meegebracht, maar dat weten we wel. Een kerstbal, die heeft zo'n kroontje aan de bovenkant met zo'n lusje. Daar steek je ook in, daartussen ook zo'n cocktailprikkertje. Of een satéprikker, en dan kun je hem later afknippen. Ja, dan kun je hem dus ook opdrukken. Ja, dat was wat ik te vertellen heb. Els, aan jou. APPLAUS.